geen eerlijk systeem, maar je gaat dat maar oplossen eenmaal dat de overheid efficiënter wordt. We zitten met een overheid die een aantal zeer belangrijke kerntaken heeft, hè. Onderwijs, zorg, dottestrades, altijd extreem belangrijk, alle respect daarvoor, veiligheid, maar die zichzelf georganiseerd heeft in een inefficiëntie, in een kluwen. Wat ik dat gedaan met Roma had, bestonden we niet. Je zit in een systeem in België, in plaats van dat ze allemaal spreken over een tax shift, hè. Dat ze eerste keer spreken over een cost cut. Dat de overheid efficiënter wordt. Dat de overheid al die zaken die zo belangrijk zijn, moet ze blijven doen. Hè. Ik zeg absoluut niet dat de mensen te veel verdienen. Ook contrair. Mensen verdienen te weinig, maar ze kosten te veel. Omdat dat verschil tussen wat iemand verdient en wat iemand kost, dat is verschrikkelijk. Als je op de autostrade 130 rijdt in plaats van 120, dan krijg je een boete van 110 euro zeker. En dan zegt iedereen, god, dat is toch veel. De grootste boetes dat er in België bestaan, is als iemand nawerft. Dan gewoon bovenop zijn loon komen er daar erbovenop en nog erbovenop. En, dan extra. En als iemand dan nog een keer opslag geeft, dan krijgt hij daar zoveel van. En dan kost dat zoveel aan de werkgever. Maar waarom kost dat zoveel? Niet omdat er ondernemers zijn, hè. Nee, A, omdat er te weinig ondernemers zijn. B, omdat die overheid echt wel te veel kost. Ik versta de mensen die kritiek hebben. Hè. Ik heb dezelfde diagnose. Ik ben ook tegen de indexsprong. Omdat de indexsprong de indruk geeft dat de mensen te veel verdienen. We hebben dezelfde diagnose, hoor. De mensen die het oneerlijk vinden en ikzelf. Het gaat alleen over welke pilletjes moeten geven. En ik zeg dat de pilletjes van nivellering naar beneden, van extra kosten te geven aan de mensen die investeren enzovoort enzovoort, dat dat verkeerd is, want dat je daardoor misschien juist de goede beestjes gaat wegjagen. Ik vind dat je de pillen moet pakken van laat ons eerst efficiënter zijn.